Goedendag, mijn naam is Renate Visser en welkom bij de eerste aflevering van Gouden Cultureel. In dit maandelijks programma laten we u wat zien van kunst en cultuur in Gouda. In de chocoladefabriek werd onlangs de nieuwe stadsdichter gekozen. En wij waren erbij. Op het schavot aan de achterkant van het stadhuis bungelt het lichaam van een struikrover. Terwijl achter de glas in loodramen, ik trouw. On the Huffington Post ranking, read about the stroopwafels and the candles, but not sure. Because when I look on Google Earth, I can't find the tulip fields. Het groene hart is een oester. In een te klein land aan zee. En het vuil dat de oester irriteert, dat, ja, dat wordt de paard. En zo groen blijft het groene hart bij de gratie van Gouda. Ingekapseld ligt ze tussen IJssel en Gouda. Een klein stadje. Frenk, Westhaven 7. Ik had een brievenbus vol leven. Toen de dood op de deur klopte. En mijn laatste hart het venster had genomen, langs de gracht had gedwarreld en ongemerkt door de marktman op zaterdag werd weggeveegd. Dames en heren, de nieuwe stadsdichter voor Gouda voor de komende 2 jaar zal zijn Ruud Broekhuizen. Ruud Broekhuizen hebben we gekozen omdat hij uiteindelijk bij de jury het meeste gevoel heeft overgebracht. En uiteindelijk hebben we alles op een rijtje gezet en gezegd, nou ja, wij denken dat we met Ruud Broekhuizen dan nu de nieuwe stadsdichter hebben gevonden. De anderen die hadden ook wat meer luchtige thema's in hun gedichten. Heeft dat ook een rol meegespeeld waarom jullie voor Ruud gekozen hebben? Nee hoor, want dat had ook gekund. Humor hoort er ook zeker bij. Maar het is een totaalplaatje uiteindelijk. Hè? En ja, dan is het toch... net even het gevoel dat overgebracht wordt, daar hebben we het uiteindelijk op gedaan. Dus was het toch wel even een verrassing toen je het hoorde? Nou, dat is altijd leuk, want het is spannend en je weet het echt niet. En de jury, je weet nooit wat ze bedenken, wat hun criteria precies zijn. En wat is je eerste gedicht wat je nu gaat maken, denk je? Ja, geen idee. De burgemeester heeft me net uitgenodigd om iets bij de nieuwe gemeenteraad te komen doen. Dat is eind deze maand. Als stadsdichter heb je ze niet helemaal vrijblijvend. Je moet wel 1 keer per maand, meen ik, een gedicht produceren. Dat is wat ik ook heb begrepen, dat je in ieder geval 1 keer per maand iets maakt. En voor de rest zijn er volgens mij niet heel veel meer beperkingen dan dat. Dus dan mag het ook wel echt over alles gaan, als het natuurlijk wel met Gouda te maken heeft. Dus het is eigenlijk ook een hele vrije opdracht. Alleen ja, in de tijd is het een beetje... moet je aan bepaalde deadlines houden, maar dat vind ik niet zo erg. In Museum Gouda is er weer van alles te doen. Verslaggeefster Maya Edman ging in gesprek met PR-vrouw van het museum, Carina Blokzijl. Ik hoor dat er het museumweekend in aantocht is, klopt dat? Ja, op 5 en 6 april aanstaande is er museumweekend in heel Nederland. En Museum Gouda doet daar dit jaar ook weer aan mee. En wij doen eigenlijk al heel veel activiteiten. Wij zorgen ervoor dat er muziek is, dat de mensen wat te doen hebben. Dus dat er behalve het mooie kunst wat je eigenlijk om je heen ziet, dat je ook dan gezellig in de sfeer komt, zeg maar. En wat voor activiteiten zijn er allemaal? Op zaterdag hebben we muziek van Jan Mostert. En Suzanne Schuttelaar, de bekende Goudse kunstschilder, die komt portretten schilderen van de bezoekers. Dus die komt iedereen die wil... op vastleggen. En welke tijden moeten we dan denken? Ja, tussen 2 en 4 ongeveer. Dus de middag. Ja. Er is dus muziek. En dat is ook op zondag. En dan is Elise van Oost, die speelt op de piano. Dus het is gewoon op de achtergrond. Daarnaast kun je meedoen aan het museumstuk van het jaar.
En dat is eigenlijk, die looptijd is tot 3 april. Kun je jezelf op de foto zetten met je favoriete werk van het museum. Dus net zoals ik hier tussen die schutters sta, kun je zeggen, dit is mijn favoriete stuk. Ik ga tussen die schutters staan. Ik maak of een selfie met mijn mobiel, of ik laat me fotograferen. En ik stuur dan de foto op naar het museum. En op het museumweekend gaan we dus kijken welke foto het leukst is. En hoe kan je dat doen, dat insturen? Je kunt het via Facebook doen. Dan kun je gewoon naar Facebook Museum Gouda. Of via info@museumgouda.nl. En dat muziekstuk wat ook gespeeld wordt, van wanneer tot wanneer is dat? Welke tijden? Dat is ook van 2 tot 4. Dezelfde tijd? Ja. De entree is €8. En voor kinderen tot en met 4 jaar is het gratis. En van 5 tot en met 17 jaar €2. Geldt de museumpas? De museumkaart ben je gratis. Dankjewel. En ik mocht nog even bijpraten met waarnemend conservator Maurice Berry. Nou, we gaan binnenkort een taxatiedag meemaken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is de eerste keer dat het museum een taxatiedag organiseert, op 8 april aanstaande. En als museum krijgen we heel vaak de vraag van bezoekers, wat is dit of wat is dat, spullen die de mensen thuis hebben. Op deze taxatiedag kunnen ze die zaken meenemen naar het museum. Wij hebben hier dan in het ruim 4 experts zitten van een veilinghuis uit Rotterdam. En die vertellen dan wat dat is. En ook de waarde ervan? Uiteraard, het is net kunst en kitsch, ook de waarde ervan. En als mensen het aanstaat, die waarde, dan kunnen ze de spullen ook achterlaten. En dan worden ze deze zomer nog geveild voor de mensen. En krijgt er ook meteen centjes mee? Nee, dat is nog even wachten totdat de objecten geveild zijn. Maar dat kan snel gebeuren. En wanneer is de taxatiedag? De taxatiedag is op 8 april. En mensen kunnen dan zilverwerk meenemen, schilderijen, aardewerk, plateel uiteraard in Gouda, kleine meubelen en alles wat ze zelf de moeite waard vinden om mee te nemen. Kunst en antiek. Vanaf hoe laat zijn ze welkom? De mensen zijn welkom vanaf 11 uur tot 3 uur in de middag. Dan binnenkort ook een expositie van C's Vlag. Vertel, waarom moeten we daarheen? Expositie van C's Vlag is leuk om een aantal redenen. Ten eerste is C's Vlag een geboren inwoner van Gouda. Hij is hier om de hoek van het museum geboren. Bijna 80 jaar geleden. En hij maakt hele leuke kunst. Lino-sneders, nou dat hebben we allemaal wel eens op de middelbare school gedaan. Hè? Dus met een guts in linoleum snijden. Figuurtjes snijden. Ja, figuurtjes steken, hele simpele techniek. En daarmee maakt hij toch de meest prachtige dingen. En wanneer gaat dit beginnen? De tentoonstelling over C's Vlag opent op 15 april. Dus op dinsdag 15 april, dat is de eerste dag dat de bezoekers kunnen genieten van de tentoonstelling. In de Goudse Schouwburg kunt u de komende maand naar vele voorstellingen kijken. Onder andere een toneelstuk van Julius Caesar en de 60s band The Overtures. Ik ging hierover in gesprek met hoofdmarketing Anja Tuit. Het is een beetje van voor mijn tijd, maar toch ken ik alle muziek. En jij waarschijnlijk ook wel. Het is gewoon tijdloos. Ja, het is heerlijk. Wat ik zo geweldig aan vind, is dat The Overtures, die dus worden de hemel ingeprezen door niemand minder dan Elton John, die zegt... Wauw. Van alle bands is dit de beste. Nou, als dat er geen aanbeveling is. Nou, dan weten we het niet meer. Daarom. Wat ik ook heel erg leuk aan vind, is dat het niet alleen de muziek is, wat natuurlijk een enorme herkenning is. Maar ook, en dat is dan wat meer voor de mensen die ook in die tijd jong waren. Dat je dan heel veel op de achtergrond laten ze ook filmpjes zien. Dus de maanlanding, JFK. Maar bijvoorbeeld ook commercials. Uit die periode, advertenties en natuurlijk dat hele psychedelic, al die kleurtjes. Oh, geweldig! Je krijgt echt niet alleen de muziek, maar je wordt ondergedompeld in die sfeer van de 60e jaren. Dus tijdens een concert hebben ze gewoon live zo'n screen op de achterkant waarin ze dat laten zien. Oké. Ja. En nou ja, en daarbij zijn natuurlijk geweldige muzikanten, goede stemmen en een heerlijk feestje. En even back to the 60s. Dus we moeten die minirock gaan opzoeken. Minirock? En wat hadden ze nou nog meer in de 60s eigenlijk? Ja, platformen, schoenen toch? Bell Bottoms, van die enorme... Ja, dus, die van de pijp. Dus het is helemaal qua geluidssfeer, alles wat je ziet en hoort, zit in die 60e jaren. En het is een lekker een feestje op het toneel.
En heel veel Engelse artiesten vinden hun dus ook heel erg goed. Dat is natuurlijk ook ontzettend gaaf, hoor. Ja, ja, zeker. En ze hebben heel Engeland al rondgetoerd en daar worden ze de hemel in geprezen. En nu zijn ze dan de oversteek naar Europa hebben ze gemaakt. En gelukkig nu in Gouda. En wanneer zijn ze hier te zien? 16 april. Ook in de grote zaal. En volgens mij is dat een mooie voorstelling, Zuidelijk Toneel. Maar wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat er niet alleen bekende en goede acteurs op het toneel staan, maar dat ook een plaatselijke drumband meedoet. En dat is Kunst naar Arbeid uit Moordrecht. En in het stuk Julius Caesar van Shakespeare liet hij vroeger het Romeinse volk ook meespelen. Maar nu wordt het dus even naar deze tijd gehaald en wordt het volk eigenlijk gespeeld door de drumband. Dus als er iets feestelijks is, dan hebben zij feestelijke muziek. Maar ja, het gaat natuurlijk over dreiging, over politieke dreiging, uiteindelijk over moord. En dan kun je natuurlijk met drums ook een hele dreigende atmosfeer maken. Je kan alle kanten op, hè, met drum. Ja, ik vind het heel origineel, verzonnen. En het leuke van het Zuidelijk Toneel wil ook heel graag de omgeving betrekken bij wat er op toneel gebeurt. En dit is een hele mooie manier daarvoor. Een soort moderne brood te spelen eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja, letterlijk spelen. Ja, inderdaad. Leuk. Wat gaat er gebeuren in het stuk? Ja, ik weet niet of iedereen het verhaal kent, maar Julius Caesar is ongeveer 44 jaar voor Jezus Christus vermoord. Natuurlijk in de tijd van de Romeinen. Het was zo dat Julius Caesar die probeerde de macht naar zichzelf toe te trekken om een alleenheerser te worden. Hij wilde van Rome een monarchie maken. En Brutus, zijn beste vriend eigenlijk, die zag dat niet zitten, die wilde dat niet. Die was bang dat de democratie daardoor in gevaar zou komen. En hij raakt eigenlijk in een soort spel verstrikt van, kies ik nu voor mijn vriend of kies ik voor het ideaal waar ik voor sta? Voor zijn, en een beetje macht natuurlijk ook. Nou, dat is het mooie eraan. En wat ik er zo fantastisch aan vind, maar dat vind ik bijna bij alle stukken van Shakespeare. Het is in 1544, geloof ik, geschreven. Maar het is nu anno 2014 gezien, hè, wat we nu net allemaal weer qua politiek arena hebben meegemaakt. Hartstikke actueel. Het is ontzettend actueel. En de mens is toch altijd bezig met macht. En het gaat wel vanuit een idealisme. Ik denk ook altijd dat de politici vanuit een idealisme de politiek ingaan. Maar dan gaat het spel beginnen. Ja, en dan moeten de compromissen worden gesloten. Ja. En dan, dan wordt het toch een machtsstrijd. Ja, en dat vind ik heel mooi aan dit stuk. Dat het, ook al wordt het niet letterlijk naar deze tijd gehaald, als je goed kijkt en goed luistert, dan kun je de parallellen trekken. Nou, dat klinkt dus gewoon als iets waar we echt bij moeten zijn. Maar waar en wanneer en hoe? In de Grote Schouwburg. Op 10 april in de Grote Zaal, het Zuidelijk Toneel met Julius Caesar. Tot zover de eerste aflevering van Gouden Cultureel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!